meemaken in de samenleving. Een heerlijke dobbelsteen. Hetgeen wat wij naar ons toe kregen waren gewoon legale potten. Ik heb nieuws voor. Dit is wel ieder jaar. Ja. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en jullie kunnen zien, ik ben hier samen met Dennis Groenhoevda. Ja, Willem, je bent er weer. Het wordt een standaard zinnetje dit. Hè? Dit wordt wel een gekkenhuis. Moeten we weer wat nieuws verzinnen, denk ik. Nou, ik denk dat we vandaag wel iets nieuws hebben. Ja. We zijn met z'n tweeën, nu even. Maar we krijgen straks weer een gast. We hebben echt wat leuke gasten gehad. Umberto is al mee geweest. Onnedi. Maar nu wel een hele serieuze gast bij ons vandaag. Een hele serieuze gast inderdaad. Nou, ik denk, de kijker heeft natuurlijk al lang in de thumbnail kunnen zien, maar... Ja, vorig jaar bijna al 2 jaar geleden liep Erik Akerboom in dienst mee. En ik zei toen voor een keer voor de grap tegen de mensen bij ons de afdeling van joh, dan moeten we eigenlijk de minister een keer meenemen. Dus het heeft wat tijd en moeite en planning gekost, maar gaat een dienstje mee. En toen dacht ik, nou, het is mooi om in de binnenstad van Utrecht rondjes te rijden met de minister. Dus toen dacht ik, nou Dennis, we gaan komen. Ja, rondjes laten rijden. We laten hem het werk zien natuurlijk. Hem het werk zien, ja. En los waar we druk natuurlijk bezig zijn met social media en andere takken van sport. We willen hem eigenlijk een keer meenemen. En ik moet zeggen, het ziet hem wel dat hij gewoon. Met een aantal de uren met ons uit wil gaan houden. Ja, want hij gaat ongeveer 4 uurtjes mee. Hij gaat echt actief mee de straat op. Dus dat is wel toch wel bijzonder. En ik weet, dat is wel een goede vraag. Ik weet niet of hij het al eerder gedaan heeft. Die gaan we nog even een keer aan hem stellen. Ja. En we hebben ook wel een paar verplichtingen die we nog eventjes moeten regelen. Nou ja, een aantal dingen wat hij graag wil. Hij is natuurlijk wel betrokken bij de collega's. Dat mogen we wel zeggen. Dus een aantal dingen vanuit zijn initiatief die hij wil oppakken. Dus moet ook zeker meenemen. Nou, volgens mij moeten we nog wat regelen. Wij gaan denk ik even de auto's klaarmaken en dan gaan we wachten tot hij binnenkomt. Hè? Zo koffie doen? Dat lijkt me een goed plan. We gaan onderweg. Hey, tot straks. We hebben wat extra camerapunten vandaag, maar dat natuurlijk wel mooi in beeld willen brengen. Ja, dat weet ik ook. Hem ken ik alleen niet. Nou, je komt wel beeld te zien, inmiddels is de minister binnen. Maar ik denk dat het misschien voor sommige kijkers toch wel afvragen van wie bent u? Kunt u eens voorstellen en kijken wie u bent? Wat doet u eigenlijk in het dagelijks leven? Ik ben minister. Ik was heel lang advocaat. En je moet wel jurist zijn, dus advocaat of officier van justitie zijn geweest. Als je minister van Justitie en Veiligheid wil worden. Want je gaat dan over alle organisaties van de justitie. In Nederland. Het Openbaar Ministerie, hè, de mensen die zorgen dat boeven worden vervolgd. Ja. Maar de politie, nou, dat hoef ik niet uit te leggen, de politie. De rechterlijke macht, je gaat ook over de terrorismebestrijding. En we hebben in Nederland een hele professionele organisatie, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Ja. Over de brandweer ga ik, dus noem maar op. Dat zijn alles bij elkaar. In totaal met de mensen die op het ministerie zelf werken, meer dan 110.000 mensen die bij mij werken. Zou je kunnen zeggen, dat je de eindbaas van 110.000 mensen zou zijn? En niet zomaar, dat zijn mensen die allemaal bezig zijn voor onze veiligheid en voor de justitie. En ik leg altijd uit, als je zoals in Nederland een goede, stevige samenleving hebt, die is altijd gebaseerd op justitie, op wat we noemen de rechtsstaat. Ja, rechtsstaat. Want iedereen moet kansen krijgen en iedereen moet rechtvaardig worden behandeld. Maar dat kan alleen maar als het tegelijk veilig is. Ja. Want als het niet veilig is, dan kan je wel rechten hebben, maar dan kun je er nooit, dan kun je er niks mee. Nee. En dat is zo belangrijk dat je justitie en veiligheid bij elkaar hebt. Ik spreek dus heel veel met politiemensen, ook gewoon met agenten. Ik ga daar zo echt wel eens in de 2 weken ergens bij een bureau of bij een post in de wijk ga ik langs om met de mensen te praten, om een ronde te lopen, om te horen wat de dingen zijn die ze tegenkomen. Want ik vind dat ik als eindbaas moet weten, wat gebeurt er en wat gebeurt er niet? En wat kan ik doen om te zorgen dat er betere wetten komen of betere spullen? En je bent ook bezig met de brandweer, met dat soort discussies. Maar ondertussen terrorismebestrijding. Hè? Als er een aantal mensen zijn die een terroristische aanslag beramen, dan moet ik beslissen of we op een gegeven moment daar die mensen gaan oppakken. Of dat we ze nog blijven pioneren. Dat hoort er allemaal bij. Oké, volgens mij een heel uitgebreid taakpakket. En ik denk dat we straks in de auto daar misschien nog wat dieper op in kunnen gaan. Hebben mensen überhaupt een idee wat u eigenlijk, hoe ziet u weken onderuit? Kunt u daar
nou, niet een detail, maar globaal een beetje meenemen. Ja, mensen hebben geen flauw idee, wat doet de minister in een week? Nou, ik zit om 7:15 morgens, drink ik even een kopje koffie bij mij thuis met die chauffeur die me komt halen. En mijn vriendin die maakt dan meestal eventjes zo'n sapje voor ons, zodat we er allebei tegenaan kunnen. Ik woon in Amsterdam, dan ga ik naar Den Haag en dan zit ik al, dat duurt meestal een uur of een uur en een kwartier, zit ik alleen maar stukken te doen. He, dus allemaal brieven te tekenen die moeten worden goedgekeurd door mij, telefoon te doen en dergelijke. En dan ben ik er zo om 8:30. Vanaf 8:30 gaat het tot 22:00 s'avonds door met ofwel praten met de politie en de brandweer over dingen die moeten gebeuren, of praten over problemen die spelen. We hadden natuurlijk onlangs dat een verdachte van ernstige misdrijven in het buitenland zat en dat we moesten kijken. Ja. Kunnen we die daar traceren en kunnen we hem naar Nederland halen? Nou, daar word ik dan ook bij. En dan word ik echt midden als ik dan een keer, wat soms voorkomt, eindelijk eens een keertje een avondje uit kan. Ja, dan word ik op mijn telefoon, dus staat het geluid uit in het concert. Maar dan zie ik dringend bellen. Ja, ziet u wie belt, ja. En nou, dan moet ik eruit en dan moet ik toestemming geven of ze... Ja. Ze aan de slag kunnen. Dat is best wel een aanslag. En dat gaat zo tot een uur of 10 s'avonds door. En dan kom ik meestal zo om 10:30 thuis. En dan mijn vriendin en ik hebben dan, nou dan ben je zo toch wel aan het eind dat je nog even wat gaat Netflixen. En we hebben de afspraak, als ik voor de derde keer in slaap val, dan stoppen we. Mijn record is dat ik 20 minuten heb kunnen kijken. Ja, hoor. Een hoop informatie zo weer. Ja. Ja. Maar ik denk om het verhaal ook een beetje voor de kijker, want we willen natuurlijk naar buiten. Hebben we nog één kleine challenge voor opdracht? Ik heb een soort dobbelsteen. Oh, het is een dobbelsteen. Er staat een aantal opties op. Er staat namelijk, we slaan even een bakje over. Of je haalt de hele dag koffie. Of wij halen koffie. Ja, maar als jij de dobbelsteen hier gaat zitten bestuderen. Nou, je mag het ook gooien. Dan zit er een eerlijke dobbelsteen, ja, Dennis. Als je hem gooit, dan is... Wij gooien allebei, dus de kans wel 2-1. Nee, je hoeft maar één keer te gooien. Oké. Okay. We gooien alle drie toch? En anders doet de cameraman ook mee. Okay. Ja, kijk wie de koffie mag gaan halen vanavond. Naar een koffietintje. Nou, vrienden. Nou, goed. Dat gaan we vanavond wel regelen. Moet kunnen. Nee. Kijk. Nou, Jan-Willem had een koffie. Oké, we gaan naar een koffietintje. En dan ga jij de koffie. Ja, oké. Okay. Nou, ik ben geregeld. Ik denk dat we naar buiten kunnen. Ik vond je vlog al tof, maar ik moet zeggen, het wordt alleen maar beter. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Punten zijn binnen. Zullen we maar lekker gaan? We gaan aan de slag. Dennis, de kofferbak. Dit is knap. Je rijdt tegen de richtingen. We gaan richting de Biltstraat. Daar is mogelijk een hondje achtergelaten, dan wel gedumpt. Al verwacht ik dat het niet zo is, want ik weet dat er regelmatig een bezoeker komt die de hond even buiten aanlijnt om binnen boodschappen te doen, zeg maar. Dus we gaan even kijken. Maar dat zie je toch vaak bij supermarkten? Ja, ben ik nu. Klopt. Dat is studenten. Klopt dat? Ja, alleen er staat voor de deur een hondje en er zijn vermoedens dat het hondje bij jullie of bij een van de studenten hoort. Zeg je dat iets? Die ambulance wel, zeg hallo. Nee, u kent hem? Ja. Dat is Gun. Wie is Jaap? Van de jongens die hier in de buurt wonen. Graag bellen. Ja, die wil ik graag even zien. Hoi. Het is van het studentenhuis. En... Zijn ze hier gewoon vergeten? Nou, hij hoort bij een studentenhuis en het eerste jaar heeft dan de taak om erop te letten. Want we zijn vandaag de hele dag met een ding bezig. Ik ben even vandaag de hele dag met een ding bezig. En die moest zijn zo verregen. Ik moest snel met een appie en dacht ik loop een hondje met de hond. En dan ga ik echt mee normaal. Ik moest heel snel iets halen. En dus ik kom nog even. Ja, ja. Ben je een echte maatschappij bij? Ja, ja. Zeker. En er zijn twee dingen, zoals mijn collega zegt, wij maken wel een melding / rapport op over wat wij aantreffen. Ja? Dat zetten we door naar de dierenpolitie. Het kan mogelijk zijn dat die nog een onderzoek willen instellen, maar dat is verder aan hun. Ja. Het tweede, kijk, als die gechipt is en u wordt gebeld en u mag hem ophalen, dan kost het ook heel veel geld, hè? Ja.
Oké, nou, heel erg bedankt. Ik moet je meneer hier ook even bedanken, hier bij de pompier. Die heeft je echt even goed verzorgd. Ja. Had je wel je telefoon nog op? Ja, graag gedaan. Hier heb je goed verzorgd. Weer? Oh, dankjewel. Bedankt. De laatste restjes. Thanks. De laatste restjes zijn gewoon goed. Ja, nee, ik bedoel voor het sluitingstijd. Die, ga ik deel ze wel uit op bureau, goed? Ja, ga ik zeker doen, dank u wel. Oké, bedankt. Even kijken of het meer dan 50 euro is. Ja, dat klopt. Ja, dat doe jij dan wel. Succes, hè? We antwoorden wel bij de... Dank jongens. Bij de meneer. Dan ben ik ook al gelijk om, hoor. Ja, maar ik ken het wel. Deze jongen is natuurlijk de jongste in het huis. Ja. En dan moet je voor zo'n hond zorgen. Dus ja. Die krijgt waarschijnlijk voor zijn huisgenoten straks ook enorm op zijn flikker. Die kant is waarschijnlijk wel aanwezig hier. Ik pak hem aan als het ja. Donker is. Ik moet er nog steeds aan wennen. Maar ik heb nieuws voor je. Dit is wel ieder jaar. Ja, meent u dat? Ja, ik weet het. Ik ben de 30ste jarig. Ik weet dat ik mijn verjaardag nooit echt gezellig vier. Zoals je inmiddels op beeld kunt zien, zijn we eventjes aan het bureau in Overvecht. En zoals ik al eerder in de video zei, zijn er natuurlijk even wat andere verplichtingen. Werkbezoeken geeft het beestje een naam, zeg maar. Maar er zijn hier een aantal collega's betrokken geweest met Oud en Nieuw Nacht. Waar een en ander geweest is. En daarvoor kan ik wel even wat beelden laten zien. Hier is trouwens nog de spullen die ik heb gehad van de polier. Maar om eventjes handen te schudden, even de verhalen aan te horen. En gaan we even langs. Katscommandanten. En laat ik zo zeggen, deze staat echt in de top 3 van mijn diensten, de meest heftige diensten. Hetgeen wat wij naar ons toe kregen waren gewoon legale potten. Die ze gewoon op de zijkant zetten. Sterker nog, we hebben beeld dat een jongen met een pot zo in zijn hand staat. En die pot gewoon naar ons schiet. Dit zijn de beelden van de... Van het videovoertuig. Er lopen een mannetje of 40 lopen op straat. Dit zijn een soort winkelpanden daar, wat je die verder ziet met die lijfjes. Dat zijn allemaal woningen. Oké. Okay. Het is echt gericht op ons. Ja. Het heeft niks meer te maken met dingen vernielen. Het is echt gewoon puur gericht tegen de politie. En ze blijven. Nee, maar weet je, maar dat is natuurlijk. Maar dit is dan wel, dit is een klein groepje. Die hier zijn twee, maar dat is een videovoertuig. Dat is het videovoertuig dat die net de beeld maken. Achter de stoel. Op een gegeven moment luffen de dingen af. Ja, wiesen. De lantaarnpalen opgeblazen. Dan krijg je dit effect. En dan rij je daar. We hebben er ook gereden, Ramon en ik. Mm-hmm. En dan om je heen ontploffen bommen. Het is mistig, het is donker. Ja, het lijkt wel echt als je door een oorlogsgebied heen gaat. Hier komt eigenlijk, wat u net zag, stond hier het videovoertuig. Dat werd vanuit hier bestookt. En dit is eigenlijk een aantal uur later. We zijn dus echt het bureau Overvecht. Wat vond u nou zo van het verhaal? We hebben echt goed met elkaar gepraat. Eerst over wat hier gebeurd is met Oudejaarsnacht. Ik vond dat toch nog schokkender dan ik het al vond. Nadat ik de beelden op de NOS had gezien en ook had gesproken met de burgemeester. Ja, het is wel heel misdadig wat hier richting... politie plaatsvindt in die Oudejaarsnacht door het eigenlijk toch jongens van 12 tot hooguit 20. En dat is daar komt niet eens op woorden. Dat moet echt gewoon zo veel maatregelen opgenomen, want dit kan niet. Het is niet te doen voor de politie, maar het is ook het werkt volkomen verkeerd. Crimineel gedrag in de hand. Ja. Dus we hebben daarna, nadat we die beelden hadden bekeken, ook met elkaar goed gepraat over wat is hier de problematiek van de buurt, van de wijk. Behoorlijk wat toch jeugdbendes. Bendes ook. En zes bendes van zo'n 60 jongeren
die daarmee dus ook eigenlijk als een beetje buiten de samenleving functioneren. Daar moeten we dus als overheid hard op inzetten. Ja. Dat is niet alleen zaken als aanpakken en inperken van vuurwerk. Want er gebeurt veel meer. Er wordt vernield, er wordt brand gesticht, er wordt geroofd. We moeten ook echt ons heel specifiek op de jongeren gaan richten. En ik heb als minister van Justitie en Veiligheid een tijd geleden gezegd, ik kom met een plan waarbij ik niet alleen criminele bendes op wil rollen, ook elke cent van ze af wil pakken, ja, zodat iedereen ziet dat het geen zin heeft, oprollen, afpakken en voorkomen. Want wat ook zo van belang is, is dat je echt jonge kinderen erbij weghaalt voordat ze in die bendes, nou ja, terecht kunnen komen. En dat moeten we echt ook, justitie met jongerenwerk, jeugdzorg, zorgen dat dat goed gaat lopen. En verder vond ik het ook heel goed, dat heb ik toch wel heel vaak. Ik vind het altijd indrukwekkend om politiemensen niet alleen gemotiveerd, maar ook heel deskundig over problemen te horen praten. Want dat is natuurlijk, het is niet alleen een vak om politiemensen te zijn, maar het is ook nog eens een hele belangrijke professionele activiteit om gewoon zo rustig en zakelijk over grote maatschappelijke problemen te praten. Wat heb je daar? Ik kon niks. Net heette dat diefstal fiets, maar hij zou weg en die hangen geen camera's, dus daar kunnen we weinig mee doen. Ik ga wel even signalement verspreiden onder de collega's. Ja. Die in de stad rijden op de fiets. Ja, hij fietst op een fiets en dan heeft die andere fiets aan zijn hand. Ja, heel goed, met twee fietsen. Duidelijk. Ja. Ik had het niet zo snel door, maar toen dacht ik, hij heeft vast die fiets voor zijn huis gezet. Ja. Ja, klopt. Ik had hem even te zacht staan. We werden net aangesproken op de Lange Nieuwstraat. En heette daar diefstal fiets. Signalement van de dief heb ik niet, maar wel een signalement van de fiets. Handig om naar uit te kijken. Dat betreft een elektrische vouwfiets. Vanuit dat collega's hebben meegehoord dat deze fiets wat weggenomen is. Zoals je eerder in de video kon zien, had ik de weddenschap verloren, of de weddenschap het dobbelspel verloren, dat ik koffie moest halen in een koffietentje. Dus uiteindelijk zijn we nu aanbeland in de oude rechtbank in Utrecht. En de minister vertelde mij dat hij, of tenminste, misschien dat sommigen van jullie dat weten, in het verleden ook advocaat geweest is. En dat hij heel veel, toen dit echt nog een rechtbank was, heel veel zaken gedraaid heeft. Dus ze zeiden, nou laten we hier dan koffie drinken. Dus dat is natuurlijk wel, ik denk dat dat wel een grappige gewaarwording gaat worden. Net. Even een koffie zijn gaan halen, want ik was in slaap gevallen naast jou. Ja, minister, de heren, ik had het dobbelsteenspel verloren. Hè? Jij had het dobbelsteenspel verloren? Ja, dus dit is het koffietentje. Ik wil wel zeggen, het is wel heel sportief dat hij het oppakt. En ik vind het ook fijn dat wij Japie, de hond, aan een beter leven opgeven. Ik ben 2,25 jaar minister. 2,25 jaar? Ja. Ook daar al lang eigenlijk. Ja, bijna alsof het een household name is. Ja, ik vlog ook een heel enkele keer wel eens. Maar ik vind dat ik dat nog te weinig doe. En ik wil zeker het komend jaar ook over een paar problemen die ik tegenkom, waarvan ik echt zeg, daar is het goed dat ik gewoon eens even rechtstreeks naar de mensen praat, wil ik vloggen maken. Ja, privé dat, heb ik een hele oude Mercedes uit 1962. Ik zal even vertellen, ik was tot voor 3 jaar was ik een ook iemand die op die oudejaarsnacht wat vuurwerk afstak. Ik vond vooral altijd vuurpijlen heel mooi om af te steken. En dan deed ik gewoon in een fles, stabiel. En dan gingen ze omhoog en dan gingen ze mooi uit elkaar. Ik vond al dat knalvuurwerk, dat vond ik eigenlijk zonde van mijn geld. Dat is knalherrie, maar ik vind nou juist vuurwerk moeten die uit elkaar gaande fonteinen zijn. Dat vind ik mooi. Ik ben ermee gestopt. Toen ik minister werd en in de eerste maand gewoon toch heb gezien wat de uitwassen zijn van vuurwerk. En die krijg je als gewone burger niet zo erg mee. Ik was zo geschokt door de manier waarop sommige raddraaiers, tuig, ik ga het niet anders noemen, met vuurwerk werken tegen politie, brandweer, zelfs ambulance mensen. Dat ik dacht, nee,
ik moet solidair zijn met mijn eigen mensen. Ik ga geen vuurpijl meer afsteken en dat doe ik dus ook niet meer. Ik vind het heel goed dat de politie meewerkt aan televisieprogramma's. Dat de politie tweets heeft over bepaalde kwesties. En dat de politie ook vlogt of meewerkt aan vlogs. Want ik vind dat we moeten laten zien wat onze hulpdiensten, en dan in dit geval dus de politie, wat ze meemaken in de samenleving en ook hoe ze het oplossen. Dat is gewoon goed voor de burger dat hij dat weet. En ik vind dat we moeten er niet alleen open over zijn, maar we moeten de mensen ook laten zien. Wij hebben overigens een, vind ik, uniek soort politie, want onze politie is een hulporganisatie. Ik kom wel eens in bepaalde landen waar de politie een, laat ik zeggen, nogal militaristische functie heeft. En dat is niet bij ons zo. De politie is er niet alleen voor de law and order, de politie is er ook voor hulp. Maar niet voor de reden waarom ik ook goed gekozen heb. Jij toch ook, Jan-Willem, niet? Sorry, ja, ik was even in mijn Jan-Willem was helemaal geroerd. Ja, was nee, ineens, ik was helemaal stil van die jongen. Ja, dus je merkte ook, je hoorde zo die brok in zijn keel. Hoor. Oh, ja, het is best een gevoelige jongen, laten we eerlijk zijn. Dat zijn voor politietermen is het een heel gevoelige jongen. Zo, we zijn inmiddels aan het einde van de video gekomen en wat vond u ervan? Ja, gewoon, ik moet was... je zeggen trouwens, ik kreeg een paar keer om te flikken. Kijk, als we, dat is de regel, als we gewoon met elkaar optrekken is het altijd je. En als er officiële dingen zijn, hè, dat doen we ook in de ministerraad, zeggen we hier tegen elkaar. Ik vond het hartstikke leuk, zeer veel dank dat jullie me hebben rondgeleid en ook veel verteld hebben. Ik vond het hoogtepunt wel dat we met de collega's spraken over de problematiek die zij op de oudejaarsnacht hebben meegemaakt. En we zijn in Utrecht-Noord geweest en daar hebben we echt gehoord over wat daar misgaat. En ik heb ook me gecommit en gezegd, mensen, we moeten een volgend gesprek hebben, want we moeten hier echt met elkaar kijken wat we extra kunnen doen. Mooi hoor. Nou, bedankt voor... Mensen, de ster komt zo, dus je kunt weer afschakelen. Dankjewel. Weer weggeklaard. Dankjewel. Ja. Dankjewel.